Ze kennen het allemaal wel, van YouTube en tv. Maar deze week was het voor bijna 100 kinderen in Neerbos-Oost zaak om zelf op de vlucht te zijn in het jachtseizoen. Een uur lang moesten de kids uit handen blijven van de politie. Het spel werd georganiseerd door verschillende organisaties om de kinderen op een leuke manier kennis te laten maken met de politie. 3, 2, 1 en de jacht is geopend. Zo klonk het startschot van het jachtseizoen in Neerbos-Oost. 100 kinderen uit de wijk gingen op de vlucht voor agenten en handhavers. Het doel? Een uur lang niet gepakt worden en uit handen blijven van de agenten. Het jachtseizoen is een spel met samenwerking tussen Bindkracht 10, de gemeente Nijmegen en politie. En eigenlijk is het de bedoeling dat we de kinderen kennis laten maken met politie, met jongerenwerk, maar ook met toezicht en handhaving om elkaar meer te begrijpen, meer begrip voor elkaar te hebben. Het is voor het eerst in deze wijk dat ze het spel gaan spelen. Het is een pilot. We hebben het voor de eerste keer georganiseerd in de wijk Neerbos-Oost. En we zijn wel voornemens, het lijkt een heel groot succes te zijn om dit uit te zetten in meerdere wijken in Nijmegen. We gingen uit van ongeveer 50 aanmeldingen, dat het maximaal zou zijn. Alleen we zitten op het dubbele. We hebben meer dan 100 aanmeldingen gekregen. We hebben zelfs een aantal kinderen moeten teleurstellen, omdat het zo'n succes was. Dus alle succes overstegen, ja. Voor de politie en handhavers is het nog niet zo'n makkelijke klus. Lukt het een beetje met de kinderen pakken? Ja, op zich wel. Ze zijn wel aardig snel en overal kennen ze de steegjes goed en de wijk. Dat is voor ons wat lastiger, maar op zich gaat het wel redelijk. Ja, en hoeveel kinderen moeten hier nu nog ongeveer? Ja, in totaal zijn het er 50 en ze hebben allemaal 2 levens, dus dat is keer 2 eigenlijk. Ja. En heb je nog enig zicht op waar ze zijn? Ja, we communiceren via ons porto, dus we houden elkaar een beetje in beweging waar we naartoe moeten. Ja. Ik ben benieuwd waar ze zitten. Misschien dat we nog moeten gaan rennen of zo. Ja, dat denk ik wel. Tenminste, ik zie er al daar, ik ga er even vandoor. Okay, ja. Ja, die moeten hard aan het werk. Hè. Die zijn te voet en te fiets. Dus we hebben wel iets, een aantal collega's die te voet zijn, een aantal collega's die te fiets zijn. Dus dat is iets makkelijker dan kinderen die moeten rennen. Maar ze merken wel dat het zwaar is. En dat kinderen zijn vindingrijk. Hè. Dus die weten goed de plekken te vinden waar ze stoppen. Of waar ze net een heggetje achter zitten. Of dat soort zaken. Dus ze moeten aan de bak.